Ze was ooit de blonde van K3, maar is en blijft vooral een stijlicoon, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik heb vandaag een date in Antwerpen met Josje, die haar eerste boek heeft geschreven, Dresscode Josje. En nu maar hopen dat ze content is met mijn gekozen outfit. Hier zit ze dan. Hey. The girl. Hey. Hi. Ça va? Ja, goed. Met jou? Nou, ik vond het heel spannend om vandaag naar jou te komen. Oh ja? Oh ja, want als jij een boek uitgeeft, de Dresscode Josje, weet je hoe lang ik voor de spiegel heb gestaan? En voor mijn kleerkast van, oh my god, wat moet ik aandoen? Ja, maar als je goed hebt gelezen, dan moet je vooral iets aandoen wat je zelf leuk vindt. Dat is dus waar. Ik zou je nooit daarop afrekenen hoor. Zeg, jij dacht van, we gaan eens even de schrijverswereld induiken, na het zingen moet kunnen? Ja. Inderdaad, of nou ja, ja dat was eigenlijk een idee waar ik zelf nooit was opgekomen. Maar toen ik het hoorde van de uitgeverij, dacht ik, ja, goed idee. Leuk. Ja. Ja, het was heel fijn om te doen. En ik ben ook wel tevreden over het resultaat. Geweldig, hè? Ja. Ja, want iedereen ziet jou ook wel een beetje zoals het stijlicoon, hè? In Vlaanderen. Dat ben jij ook. Ja. Eigenlijk mag je dat ook gewoon van jezelf zeggen. Nee, dat doe ik niet hoor. Nee, ik vind het wel een eer als mensen dat zeggen natuurlijk. Waar ik tegenkom, is altijd af. Klopt altijd helemaal. Dank je. Is dat dan gewoon van, jij hebt dat gewoon in je? Ik heb daar plezier in, dus dat gaat een beetje vanzelf. Ja. Is het waar? Ja. Dus hier heb je helemaal niet lang over moeten nadenken vandaag? Nee. Hoeveel kleerkasten heb je? Die vraag krijg ik echt vet veel. Is het laf? Ja. Ik heb een kamertje nu in mijn, ja, een soort, dat zijn iets van... Een loft? Nee. Ik woon wel in een loft en daarvan is één apart gedeelte vol met kledingkasten. Ik denk dat dat er een stuk of zes zijn of zo. Oké, valt mee. Ja. Maar wij kunnen allemaal heel veel van jou leren. Oh. Denk het wel. Okay. Ik ben er zelf zeker van. Oh, okay. Dus ik denk dat ik mij ga laten leiden door jou. Besteed jij aan het shoppen? Ben jij iemand die ook wel altijd wil shoppen? Ja, maar niet op zaterdag of op woensdagmiddag. Ja, maar dat is ook niet te doen. Nee, dat is veel te druk. Denk ik, toch? Ik ben graag op mezelf. Ik winkel graag alleen. Ja. Vroeger ook al. Zo op de dansacademie gingen we vaak met de hele klas de stad in, al die meiden. Nee, we dus wachten en al die meningen van andere mensen die dan zeggen, ja, wel leuk, niet leuk, wel leuk. Terwijl, nee, dat kan gewoon doordoen. Koffietje erbij, zelf winkelen. Ja, ja dat vind ik wel tempo. Leuk. Maar het is niet dat ik echt zo denk van, oké, nu ga ik winkelen en ik ga mijn hele wintergarderobe bij elkaar speuren. Nee, het zijn altijd zo onverwachte, als ik eens voorbij kom, oh wacht, even stoppen en dan koop ik het. Ja? Ben je heel impulsief in je aankopen ook? Vroeger was ik dat meer. Nu, ik ben niet een lange twijfelaar, maar ik koop niet zomaar ineens heel veel of zo. Oké. Nee. En denk je ook wel, stel dat het duurdere dingen zijn, dat je zegt, nee, dat is erover? Heb je een limiet of denk je zoiets van, hey, ik vind het nou echt mooi? Verschilt, nee. Het verschilt echt per moment. Soms heb ik lange tijd heel hard gewerkt en dan ben ik al sneller geneigd om iets te kopen. En andere keren denk ik, nee, dat is erover. Ik snap niet dat mensen zoveel geld eraan geven. En dan loop ik verder. Maar het kan goed zijn dat ik dan de volgende maand terugkom en het wel koop. Ja, dus, zeggen dat Nederlanders gierig zijn, maar dat klopt dan niet. Een beetje wel, ja. Ja? Moet wel goed zijn. Ja. Heb je een idee hoeveel geld je uitgeeft per maand? Aan kleding? Nee. Aan fashion? Nee. Zou je durven zeggen? Nee. Het is erover. Kijk, de een geeft het misschien graag aan iets anders uit en wij vrouwen zijn sneller geneigd om ons geld aan mooie spullen te geven. Maar is het ook je grootste kost? Ja, het meeste gaat uit naar kleding, naar accessoires. Ja, ik ga ook wel graag eten hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja hoor. Okay. Daar heb ik ook wel geld voor over. En je blijft altijd even strak, hoe doe je dat? Ik sport veel, daar heb ik ook geld voor over. En dat doe je elke dag, sporten? Om de dag. Wauw. Elke dag lukt mij niet. En wat doe je allemaal? Fitness. Daar kan ik nog iets van leren. Fitness en ik ben nu momenteel even een maandje aan het boksen. Misschien dat ik dat wel blijf doen, maar ik hou wel van afwisseling. Wat is ze dan? Ja, ik heb thuis al een natte Samson, maar deze is ook leuk. Oh, geweldig. Een natte Samson. Ja, dat is zo precies een hond die in de regen heeft gelopen en daarna is opgedroogd. Deze ziet er wel wat verzorgder uit. Het is een beetje sexy, hè? Ja, dat soort vloer vind ik mooi. Ik las in jouw boek, vond het wel een hele leuke eigenlijk. Mm-hmm. Dat als je een date hebt, ja. Wat echt, leg het zelf maar uit. Wat echt bijna nooit gebeurt, verklap, hoor. Verklap wat je dan vooral niet doet de eerste keer. Pas de derde keer. Ik ja, zo een heel sexy jurkje. Dat zou ik misschien eerder aantrekken als ik halfkering heb of als ik zeker weet dat iets gaat worden of zo. Is het waar?
Dus zo de eerste date denk je niet van, ik ga meteen all the way. Ik ga me nou eens in de... Nee, omdat als de date dan tegenvalt, dan voel ik mij daar denk ik niet zo prettig meer in. Ja, dat is gewoon hoe ik mij daarbij voel. Ja. Iedereen moet dat echt voor zichzelf weten. Ja, en misschien is het ook omdat ik gewoon veel te weinig op date ga of zo, hoor. Leg me dan uit hoe dat komt. Jouw lat ligt ergens gewoon in het heelal of wat. Nee. Maar anders snap ik het niet, hoor. Ik snap het niet, Josje. Nou, ik ook niet. Maar ligt je lat zo hoog? Nee, maar ik ga niet meer vlieren fluiten. Nee. Nou, niet dat ik dat echt superveel heb gedaan, maar als ik nu denk van... Nee, ik geloof niet dat het iets gaat worden, dan ga ik ook niet met mannen, mag dat toch proberen. Is dat heeft met de leeftijd te maken? Ja. Je bent 30 geworden, hè? Ja, misschien wel. Ik moet ergens naartoe gaan, alles moet een beetje richting... Dus degene die het nu wordt, dat is wellicht de vader van jouw toekomstige kinderen? Ja, ooit. Maar dan leg ik natuurlijk wel heel veel druk daarbij. Maar je gaat het hem toch duidelijk maken, meteen, van ho gast, jij bent een toffe gast, maar ik wil later wel kinderen. Dan moet je dan wel ook meteen duidelijk maken. Ja, moet dat? Oh. Ja, anders heb je dan misschien 5 jaar verkering mee en wilde je eindelijk aan kinderen beginnen, zegt je na 5 jaar, nou, ik wil geen kinderen. Dat is wel iets wat je inderdaad even moet polsen, ja. Toch? Nou, ja, ik moet er zelf ook nog niet aan denken nu, hoor, dus ik vind wel veel... Wat is de dresscode van een gast? Wie maakt indruk op jou? Hoe moet die rondlopen? Vind ik moeilijk. Maar ik vind het wel leuk als ze een beetje verzorgd zijn, maar het hoeft voor mij niet helemaal afgeborsteld en uber stylish te zijn. In eerste instantie zijn dat niet de dingen die ik het allerbelangrijkst vind, persoonlijk. Okay. Omdat dat ook iets is wat je heel makkelijk kan aanpassen. En als het hem niet zoveel kan schelen, dan vind ik dat ook wel weer een geestige nonchalance hebben, zeg maar. Dus goh, dat vind ik niet het belangrijkste. Ik vind humor veel belangrijker bijvoorbeeld. Ja? Dat hij interessant is en dat hij iets te vertellen heeft. En dat hij mij natuurlijk fantastisch vindt. En dat soort dingen, weet je wel? Ik weet het wel. Josje, als we praten over dresscode, hè, mm-hmm. Dan kan je de vraag stellen, is jouw stijl Belgisch of Nederlands? Of geen van beide, ik weet het niet. Ik denk zelfs geen van beide. Nee? Ik denk dat jij onze 2 landen overstijgt, dat het verder gaat. Ik weet het niet eigenlijk. Ik vind het sowieso moeilijk om mijn stijl te omschrijven. Ja? Dus laat staan dat ik er dan ook nog een bepaalde landstijl op zou moeten plakken. Het is een beetje van alles en nog wat eigenlijk. Ja? Ik voel me ook nooit hetzelfde. Elke dag is weer anders en... Ik probeer graag dingen uit, dus het is moeilijk om dat in een... Hokje? Ja. Je schrijft het in je boek, overdressed bestaat niet. Nee. Hoe heerlijk is dat? Ja, toch? Iemand die dat durft zeggen. Dat is toch een bevrijding? Maar echt waar, want iedereen denkt er veel te veel en veel te lang na over. Ja, dat kan moet dit? Je niet doen. Nee, niet te lang over nadenken. Doe je nooit? Nee. Is het waar? Ja. Want heb jij je nooit aangetrokken van wat mensen over jou denken? Of ben je wel iemand die social media volgt en af en toe denkt van, nou, die ga ik eens beantwoorden? Ik vind het vooral interessant om te zien wat de reacties soms kunnen zijn. Hmm. Maar ik laat me er niet door leiden. Oké. Nee. Je doet gewoon je ding. Ja. Beetje eigenwijs? Ja, nogal. Altijd geweest? Ja. Ook als kleine meid? Ja. Is dat? Ja. Dat is helemaal jou, dat plakt helemaal op jou. Ja. Ja, ik ben altijd al eigenwijs geweest, ja. Dat heb ik van mijn moeder, denk ik. Echt? Die is ook eigenwijs. Nog karaktertrekjes? Ongeduldig. Oh? Ook van mijn moeder. Echt waar? Ja. We gaan eens even kijken, snuisteren wat nu toch Josje kan zijn. Okay. Wat jouw stijl typeert, ja, hier in deze goed. Zaak. Goed? Okay, ja. En als je zegt ik hou van kleur, dan is dat in jouw geval, ik hou van heel veel kleur. Ja, volgens mij wel, ja. Dit is toch, is dit heel veel kleur? Ja, voor mij is dat heel veel kleur. Ja. Als je teruggaat naar je kindertijd, was je ook al zo bezig met die kleren? Nou, mijn moeder wel, want mijn moeder maakte heel veel kleren voor mij vroeger. Oh, zelf? Wow. Ja, maakte ze zelf. En dan stak ze me wel graag in jurkjes. Ja? Maar ik ging wel gewoon hutten bouwen in jurkjes bijvoorbeeld. Oh, dus het was een beetje... Ja. En dan gaten in die jurkjes. Ja, maar ze had dan wel, voor zondag had ik dan wel speciale kleren. Hè? Voor zondag en feestdagen, dat waren de nette kleren. Ja. Tot op een zekere hoogte vond ik het heel leuk. Maar toen ik begon te puberen werd ik wel wat lastiger en kieskeuriger. En wilde ik per se die Levi's 501 en begon ik een beetje te drammen. Ja. Maar ben je echt heel stout geweest? Gerebelleerd, zoals dat heet? Een echte rebel? Ik was geen makkelijke puber. Dat moet ik toch wel toegeven. Dat kan ik niet ontkennen.
Maar en hoe resulteert zich dat? Hoe uitzicht dat? Door wat? Eigenwijs, een beetje, soms een beetje een te grote mond, te laat komen, dat soort dingen. Echt niet fijn. Nee, ik heb het nu wel ruimschoots goed proberen te maken met mijn ouders. Die zijn dat natuurlijk vergeten. Het hoort er ook een beetje bij de puberteit, maar ik was niet een van de gemakkelijkste, nee. Is het ooit zo ver geweest dat het kantje boord was dat je bijna op het slechte pad was? Of zo ver niet? Zo een lagere wal, aan lagere wal. Het was onschuldig, maar... Het kon nog. Het kon nog, ja. Heb je vaak dingen moeten dragen? Ik denk nou maar even aan K3. Mm. Je krijgt daar bepaalde outfits, hè, die natuurlijk bij bepaalde nummers horen. Ja. Is dat dan Josje? Heb je daar dan iets over mogen zeggen op voorhand? Ja, we bespraken dat altijd wel hoor. Ah, ja. En natuurlijk waren wij drie verschillende types, moeilijk. Dus we hadden alle drie onze eigen mening. Maar we vonden er altijd wel de gulden middenweg in. Ook wel nodig, denk ja. ik. Maar natuurlijk, dat was ook werkkledij, podiumkledij. Dat is misschien niet iets wat ik in het dagelijks leven zou dragen, maar waar ik wel helemaal akkoord mee ben voor op een podium. Ja. Van het ene jurkje was ik al iets meer fan dan van het andere, maar je kan niet altijd je zin hebben, hè? Heb je van die stuks mogen houden? Heb je nog iets in je kleerkast hangen? Ja, ik heb de regenboogjurk meegenomen. Echt? Oh, geweldig! Ja, dat moest wel, hè? Ja, mijn naam daar is mee begonnen. Ja. Ga je het ooit verkopen voor 20.000 euro op eBay? Nooit. Zo verlotten voor een goed doel of zo? Daar zou ik het heel moeilijk mee hebben. Maar ik doe natuurlijk heel graag iets voor een goed doel, maar... Heb je het verzekerd? Stel dat je huis afbrandt. Nee, hou op, hoor. Maar doen, hè? Ja. Dat is zo kostbaar, dat kan je nooit meer terugkrijgen. Ja, nee, dat is waar, ja. Ik kan hem altijd nog eens laten maken. Ja, geweldig. Nee, maar nu zit mijn zweet er nog in van de shows en zo. Dat was zelfs niet gewassen. Nee. Jouw eigen zweet blijft erin hangen. Dat brengt nog veel meer geld op later op eBay. Geweldig. Zeg, schoenen, ja, hebben vrouwen nooit genoeg. Nee, ik ben al helemaal afgeleid. Wat doe jij? Wat is een goede tip om je schoenen mooi te houden? Ik breng doe je ze terug in de doos of nee? Wat doe je? Ja, ik berg ze netjes op. Soms doe ik ze terug in de doos. Het ligt eraan of er zo van die steentjes bijvoorbeeld op zitten. Dan steek ik ze terug in het zakje en dan in de doos. En dan netjes opgeborgen. Ja? Maar ik stel ze ook wel graag een beetje tentoon. Want dan weet je wat je hebt en dan is het makkelijker kiezen. Weet je? Anders vergeet je ze misschien als je ze altijd in de doos laat. Ja. En ik breng ze altijd naar de schoenmaker om er een extra zooltje onder te laten zetten. Zodat ze nog langer meegaan. Al meteen als ze nieuw zijn gaan ze meteen. Ja. Ja, echt? Ja, soms een beetje lastig. Maar dan, dan zijn ze maar... beschermd. Voelt dat ook beter aan je voeten dan, vind je? Nee, je voelt dat niet. Nee, het is gewoon puur voor slijtage. Ja. Ik heb zin in een glaasje bubbels. Koekje, champagne. Je moet niet, hè? Nee, ik ga toch voor een cappuccino. Sorry, cappuccino. Ik moet zo meteen nog... Ja, koekje, champagne. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Josje, jij als publiek bekend figuur, hè, jij hebt natuurlijk heel veel roddelopen momenten meegemaakt. Mm-hmm. Je hebt dan het geluk dat er ontwerpers zijn, designers, die ook zeggen van wij gaan jou een fantastische jurk steken. Ja. Doe je alles aan wat ze jou voorstellen of heb je zoiets van nee? Nee. Niet? Uiteindelijk, de eindbeslissing maak ik zelf. Ja. Ja. Maar ik sta voor heel veel open, dus het komt niet vaak voor dat ik zeg nee, ik trek dat niet aan. Niet. Maar je hebt toch een gouden tip eigenlijk voor andere BV's of bekend Vlaanderen of en dat whatever. Is eigenlijk ook een tip die ik mezelf moet blijven geven. Dat is dat je thuis eventjes moet kijken van oké, hoe komt mijn jurk het beste uit? Ja? Waar laat ik mijn handen? Want dan weet ik me soms ook geen blijf mee. En dan oefen je dat even voor de spiegel. Dat je dat echt moet checken van dit is de pose die ik moet aannemen. Want inderdaad, het komt de dag nadien met alle kranten. Zijn televisieploegen. Ja, het kan wel handig zijn, want dan sta je tenminste goed. En dan komt alles mooi tot zijn recht. Want het kan nog wel spannend zijn, zo'n moment. Met al die fotografen ineens en dat je geen houding weet te geven. Ik heb zo'n vreemd vermoeden dat je ook een ontzettende partygirl bent. Ja, ik hou wel van een feestje, hoor. Ja? Ja, dus heel belangrijk in jou. Ja, want ik vind het ook vooral de voorpret. Zowel voor een rode loper event als voor een feest vind ik heel leuk. Het klaarmaken, het optutten, kiezen wat je aantrekt. Daar heb ik heel veel plezier mee. Ja. Dus soms is dat nog leuker dan het feest zelf. Maar ja. Als je nu moet nagaan, wat moet jij zeker hebben in jouw kleerkast? Of als je nou de totaliteit bekijkt, zo van, wat zijn echte must-haves in jouw leven? In mijn leven toch een goed paar hakken. Een hoofddeksel, in welke vorm dan ook. En een tutu. Een tutu, ja? Ja. Ik heb daar zoveel plezier van gehad al. Dat past bij alles. En ja, voel ik me altijd goed in. Ja, het meisje zal blijven. Ja, toch wel. Ga je nog ooit zingen? Jazeker. Ja? Ja. Dat is wel het plan. Ja, dat is wel het plan. Het is iets wat ik zo graag doe. En ik mis het podium wel, moet ik zeggen. Dus. Gelukkig. Iedereen een boek kopen dus? Ja. Hoe heet het? Dresscode Josje.